Hoeveel kost het om een hardwareproduct te ontwikkelen? Uiteraard heel moeilijk op te antwoorden zonder dat je eigenlijk alle details, de volledige details van een product kent of van de ontwikkeling kent. Eigenlijk komt het een klein beetje op neer op vragen van ja, wat kost een auto? Ja, een auto kan een paar duizend euro kosten, een auto kan een half miljoen kosten. Dus hangt van heel veel zaken af. En ook, het is zelfs zo dat je kunt eigenlijk eenzelfde product in een paar maanden ontwikkelen of een paar jaren ontwikkelen, zeg ik altijd. Heel veel hangt daarvan af van welke keuzes dat je maakt, hoeveel off-the-shelf componenten neem je, hoeveel zaken ga je custom ontwikkelen, hoeveel onderzoek ga je doen, hoe ver ga je gaan en ook hoeveel risico wil je in bepaalde zaken nemen. Dus dat zijn heel veel trade-offs die je op dat vlak daar kan maken. En ik denk bij de ontwikkeling, misschien om het eenvoudig weg op te splitsen in twee zaken. Je hebt enerzijds, ja, je praat hier over hardware, dat zijn fysieke componenten waar we mee te maken hebben, stukken die je moet laten maken. En in lage oplages kost dat vaak heel veel geld. Ook al heb je interessante technieken als 3D printing, ja, je kan niet alles 3D printen en dan nog die nabewerking. Dus per stuk kosten zaken altijd heel veel geld in lage volumes. Wat daar ook bij komt kijken, je moet verschillende prototypes maken, iteraties maken, niks is van de eerste keer juist, dat hoort erbij, dat hoort bij R&D. En ook als je iets laat bestellen en er is een fout in, ja, je kan het gewoon opnieuw laten maken. En dat brengt me bij het tweede stuk eigenlijk van de grote kostdrijver bij ontwikkeling en dat komt eigenlijk neer op tijd. Het kost tijd en het logische is de tijd van de ontwikkeling zelf, het uitzoeken, 3D tekenen. Maar dan is er ook, wat dat veel mensen vergeten is, als je de prototype wilt bouwen, de tijd die je moet zoeken in, oké, ik heb nu mijn tekening gemaakt, maar uit welk materiaal ga ik de verschillende stukken maken? Als je dat weet, dan moet je nadenken, oké, welke productietechniek ga ik gebruiken? Als je dat weet, moet je gaan zoeken, oké, welke supplier ga ik gebruiken? Dat kan al een hele zoektocht zijn en het kiezen van de foute supplier bijvoorbeeld kan al duidelijk zijn. Als je dat gedaan hebt, ja, dan moet je het stuk nog bestellen. Wat heel veel mensen vergeten is de lead time die erbij komt kijken. Kan soms 3, 4, 5, 6 weken zijn dat je moet wachten op het stuk. Ja, dat is terwijl, hoe zeg je, loopt de rekening. En kost het heel veel geld. Beeld win dat je dan een stuk verkeerd bestelt. Er is iets fout, je moet opnieuw bestellen. Dus opnieuw 6 weken wachten. Dus heel het geld vliegt er op die manier door. En die timing, die onder controle houden, de juiste keuzes maken, is daar enorm belangrijk in. Voilà. En misschien om af te sluiten, natuurlijk, je hebt die ontwikkelingskost om tot een bepaald prototype te komen of een reeks van prototypes. En dat is één kost, maar dan komt eigenlijk nog de allergrootste kost en dat is de productiekost. Het is niet omdat je één stuk hebt kunnen maken dat werkt, dat kan je tweaken, dat kan je aanpassen tot dat werkt. Maar als je er 100.000 moet maken die allemaal moeten werken, dat is nog iets helemaal anders. Daarbij komen productieprocessen bij kijken, daar komt tooling, mallen bij kijken die grote investeringskosten vragen, die ook weer enorm veel tijd vragen, maanden om tot aan uw stukken te komen. Maar dat is meer productiekost, maar dat moet je zeker nog mee in rekening houden. Bottom line, een hardwareproduct ontwikkelen kost heel veel geld. Maar laten we dat vooral niet afschrikken. Het is een geweldig avontuur om zo'n product te ontwikkelen. En er zijn partijen die u daarbij kunnen helpen om stap voor stap op de meest efficiënte manier een hardwareproduct te ontwikkelen.